De politiepost in Apura werd afgelopen vrijdag officieel in gebruik genomen. De post was al reeds eerder door minister van Justitie Edward Belfort geopend. Behalve dat er agenten uit Nigeria en Paramaribo gedetacheerd zullen worden, is het ook dat de post wordt versterkt met 5 plaatselijke krachten die onlangs opgeleid zijn tot hulpagenten. Volgens de korpschef kunnen de bewoners hun telefoon pakken en de leiding doorgeven als er kritiek is over het optreden van de politie aldaar. De regering onder leiding van president Desi Bouterse en de persoon van de minister van OW heeft toen gemeend om een nieuw politiebureau te bouwen hier in Apura. En u ziet het, in mijn ogen is dit het mooiste bureau van KPS dat hier in Apura ligt. En Apura verdient het. Apura is een stad van ongeveer 3000 zielen. Je hebt hier heel wat economische activiteiten. En het zou ook goed zijn voor de agenten dat ze hun werk binnen een goed milieu doen. En ook voor onze klanten die komen. Hun geheimhouding is gewaarborgd. Hun privacy is gewaarborgd. En wij als politie willen op die manier ook een goede bijdrage leveren aan de service verlenen naar de mensen toe. Dus, Miloba Presidia en Wosorgo tak boom boom school to Konjaso, Fudua Roko, Captain Yuna Frede tak ala Turki, she won Trafesi. Wosorgo tak want to Fesi Konjasa, our Anta Yari, the Monte Jaso. You can taka den, you sapfa Roko edu. Ano ala lishi shi wan trafesi dam ama wan tak imdu so da atra wan fen tak imgo lengs da imgo aluk tu. Des wapot mangi san kan du awro kogu. Mi briti tak korupting, underways res, medis sending, ala ma fador kude. Mi de seker tak nono de awro kogu moro pun jaso. And if wan problem de, alte tu kan bel mi wan kude tena apura ja ma. Celulair de jaso, ja bi telefoon jaso. Dus altijd ik als je goed hebt, dan ben je snel naar foto's.